Fernandez Botling NV heeft veel uitdagingen gekend in 2023. Dit vertelt directeur Alvin Venetiaan aan de nieuwsdienst. De heropstart van de productie van hun bekende handelswaar heeft ervoor gezorgd dat zaken nu beter verlopen. Het jaar overal heeft een hoop challenges gebracht, maar uiteindelijk hebben we het goed op een positive note kunnen afsluiten. We zijn begonnen met heel veel problemen in aanleveren van product vanuit het buitenland. En dat heeft allerlei kopzorgen, zowel voor ons als de consumenten, gebracht. We hebben lopen opbotsen tegen de challenges in het land, wat de inflatie betreft en de ontwaarding van de SAD. En begin van het jaar 2023 was dat vrij heftig, dus dat hebben we ook zeker gevoeld. Maar ook de challenges voor onze werknemers en onze stakeholders. Volgens Venetiaan worden de beste beentjes voortgezet om de productie van drank weer op te starten. De planning duurde in realiteit iets langer dan gepland. Het feit dat het zo lang heeft geduurd, heeft volgens mij iedereen pijn gedaan. Consumenten, maar ook het bedrijfsleven. En ik denk ook de overheid zelf. Dus ik ben blij dat dat zo is gelopen. Ik hoop dat we hieruit leren en ervoor zorgen dat we in elk geval die structuren om onze economie goed te kunnen draaien, dat we dat gaan versterken. Als ik kijk naar Fernandez Botling zelf, we hadden echt gehoopt dat we eerder konden beginnen met de productie, want dat heeft ons erg veel pijn gedaan. We waren niet in de markt, grote tekorten, en als we er waren, waren we niet met voldoende variatie, de mix van producten. We zijn heel erg blij dat de consumenten geduld met ons hebben gehad. En we willen ze daar ook erg dankbaar, hoe noem je dat, we willen daar onze dank voor uitspreken. De directeur zegt dat de interne organisatie in 2024 moet worden versterkt. Voor hem kan 2023 over het algemeen als een groot leermoment worden gezien.